Terug van de Bip aan het wandelen. En ik had echt een luxe momentje met de Bip. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Vlogmas vlog. Vandaag zijn we woensdag, denk ik, 13 november. Yes, helemaal juist. En vandaag ga ik eerst een beetje thuis werken aan bepaalde dingen. En dan ga ik gaan werken in de palingweek. Normaal neem ik hier mijn Miracle Morning tussen 7 en 8. En nu is het iets na 7 en zit ik gewoon aan mijn laptop. En dat komt omdat ik rond 10 uur de tijd gaan nemen om even naar buiten te halen en te sporten. En dan wil ik daar de tijd voor nemen, want nu is het nog donker buiten. Dus dat gaat niet om te gaan wandelen in het donker. Of is het ook niet zo aan, hè? En straks kan ik het combineren met een leuk Bip-bezoekje. En omdat mijn eerste taakje deze morgen vlogs editen is, heb ik gewoon mijn ontbijt erbij gepakt. Een kommetje yoghurt. Ik moet nog altijd die scoretracks gaan halen. Even pauze genomen terwijl ik enkele huishoudelijke taakjes voltooide. En nu ga ik terug vlogs editen. Jullie denken waarschijnlijk voorbij, je hebt al genoeg bewezen dat je de afwas doet. Stop met dat te filmen. En als jullie dat vinden, zeg het dan eventjes, dan ga ik dat minder doen. Maar ik vind het wel een leuk sfeerbeeldje tussen het gebabbel door. Hallo, het is nu 9:15 en ik heb al heel goed gewerkt. Binnen een paar minuutjes ga ik vertrekken naar de bibliotheek. Want ik moet nog enkele boeken terugbrengen. En ik wil er ook enkele aan uitlenen om te fotograferen. Als ze ze binnen hebben, uiteraard. En ondertussen gaat het ook een goede wandeling met je zijn voor mij. Want ja, ik ga het goed naar de Bip. En net heb ik trouwens een klein beetje van mijn persoonlijke administratie gedaan. Bekeken wat ik heb uitgegeven en wat ik binnen heb gekregen deze maand. Zodat ik daar een goed overzicht in heb. Terug van de Bip aan het wandelen. En ik had echt een luxe momentje met de Bip. Ik heb 3 boeken gevonden waar ik al redelijk lang op aan het wachten ben en op zoek naar ben. Dus, tjikitsching. Dat betekent wel dat ik mijn boek van Lord of the Rings vanavond even ga moeten wegleggen. Want ja, die boeken zijn redelijk dringend om uit te lezen. Aangezien dat ik dan in november op reis ga. En ja, kan ze niet meedoen. En kan ze ook niet houden tot ik terug ben. Want van 1 boek weet ik zeker dat ik hem niet ga kunnen verlengen. Omdat hij weer gereserveerd zal zijn. Dus ja. Want hij was echt al 7 keer gereserveerd of zo hiervoor. Dus straks toon ik wel. Mijn Bip-hol. Misschien moet ik daar ook nog een keer een introotje voor maken. Zo'n tussenstukje. Zoals de boodschappenhal die dringend vernieuwd moet worden. En de carpool karaoke. Onderweg naar de Bip heb ik daar straks sowieso mandarijn gegeten. En ik had echt honger. Hallo! Het is tijd voor een Bip-hol. Die nog geen intro heeft gekregen. Ik ga jullie meteen laten zien wat ik heb uitgeleend in de bibliotheek. Ik kan alvast verklappen dat ik echt heel blij ben met met wat ik gevonden heb. Dit boek wou ik al super lang fotograferen, want ik had er een review over geschreven toen ik het boek de vorige keer had uitgeleend. Maar ik was foto's vergeten te nemen. En ondertussen was dit boek al
super vaak uitgeleend. Echt irritant. Ook dit boek heb ik mee om foto's van te nemen. Ik heb namelijk het luisterboek hiervan beluisterd. Ik ga het ook nog een keer vlug doorbladeren om de hoofdpunten eruit te halen. Dat is trouwens een heel interessant boek. Een werkweek van 4 uur van Timothy Ferris. Af en toe ga ik ook een keer naar de cartoons gaan kijken. En nu lag dit boek er. Het leukste van Eva en nog een paar dingetjes. Ik moet zeggen dat ik al een keer het originele, dunne, kleine boekje heb gelezen van Eva. Eva Mouton. Ik ging Eva Daleman zeggen, maar dat is iemand anders. Goeie trouwens. En nu kan ik dit. Het is gewoon tof om een keer af en toe naar de cartoons te bladeren. Vooral in dat ene speciale plekje in huis. Ik moet er geen tekeningetje meer bij maken. En tenslotte nog twee boeken die ik ook al heel lang wou. Het eerste boek is het vervolg op De Zeven Zussen van Lucinda Riley, namelijk het boek Storm. Dit boek was echt 7 keer gereserveerd of zo. En ik zag het liggen in de pip en ik dacht, what? Dus dit ga ik nu meteen vanavond beginnen lezen. En het tweede is het nieuwste thuisboek, genaamd Ontspoord. Het is het laatste thuisboek die ik nog moet lezen, want al de andere heb ik gelezen, want ik ben een enorm grote thuisfan. Niet groot genoeg om ze zelf te kopen, maar wel groot genoeg om ze uit te lenen. Deze gaat trouwens eerst naar mijn mama, want mijn mama leest ook heel graag de boeken van thuis. En ondertussen kan ik dan Lucinda Riley lezen. Net een weekmenu opgesteld voor de komende dagen. En ik heb ook mijn boodschappenlijstje gemaakt voor vanavond, zodat ik achter boodschappen kan gaan. En dat ik weer niet te veel koop, zoals gewoonlijk. Oh ja, ik heb ook wat heerlijke soep gedronken, mijn butternutsoep. En er is één iets belangrijks die ik vandaag niet heb gedaan. En dat is namelijk mijn vlogmes intro filmen. De intro die je hier in het begin van de vlog kon zien. Dat is niet zo goed. Hey, ik heb net mijn kamer moeten afwassen. Want deze fles grenadine sap is over mijn boekentas uitgelopen. Ik kan zeggen dat dat niet zo aangenaam is, want dat is plakkerig. Met de nadruk op plakkerig. Zakjes. Ook over mijn boek, gelukkig is het mijn boek en geen boek van de bib. Met nogal een redelijke gelamineerde kaft. Maar ook hier. Och, jakkies. Dus dat is een vlek die er altijd zal in blijven. Dus heel goed dat een van mijn boeken is en niet van de bibliotheek. Wat een siroopramp. Ondertussen een klein beetje oortjes happen. Mijn boekendas zal gewassen moeten worden. Je stelt niet zomaar van de siroopromp. Je wil niet weten hoeveel ik miserie ik heb vanavond. Echt ongelooflijk. Er is iets. Alleen mijn Mastercard is geblokkeerd. Of toch de Mastercard die ik gebruik is geblokkeerd. En daarmee had ik al mijn hostels geboekt en een vlucht geboekt. En het is echt vreselijk irritant, want ik wil mijn vlucht opnieuw boeken, maar dat gaat niet, want de nieuwe Mastercard heeft ook een probleem mee. Ik wil mijn hostels opnieuw boeken, maar dat gaat ook niet. Stresske.
En dan nog een keer deze fles die over heel mijn boekentas is uitgelopen. Dat is echt niet handig. Alles heb ik opnieuw moeten afkuisen en afwassen. Ik denk dat tijdens voor eten, anders word ik echt een hangry bitch. Je wilt niet weten hoeveel moeite dat heeft gekost om mijn vlucht opnieuw te boeken met EasyJet. Maar ik kan jullie al vast verklappen dat er meerdere mensen en meerdere betalingsgegevens bij te pas aankwamen. Maar nu is het eindelijk geboekt. En ik hoop dat ze hem weer niet annuleren, want ze hadden hem geannuleerd omdat de betaling niet in orde was. En mij daarvan totaal niet op de hoogte gesteld. Dus ik hoop dat het nu in orde is. Ik heb ook al mijn hostels gemeld om te kijken of dat zij de betaling hebben ontvangen. En ik hoop van wel. En nu is het tijd voor een nieuw pakje. Dus deze. Dat is heel raar gepakt. Maar wat zit er in? Oeh ja, ik weet wat erin zit. Dat was een van de suggesties dat ik had gegeven. Ik heb eigenlijk al genoeg van die zakken, maar ik vond die echt super leuk. Komt uit de Zeeman. Het is even van Pac-Man! Is toch leuk? Wel niet te groot zitten. Maar groot genoeg. Ik ga die ook meteen in mijn rugzak steken. Want dat is handig voor als ik boodschappen ga doen achter mijn werk. Ah, die is schattig. We gaan eraan beginnen. De 7-6 storm. Ik ben al maar begonnen in het boek Storm. En ik vind het nu al zo moeilijk om dat boek weg te leggen. Hoe is dat zo goed geschreven? Echt ongelooflijk. Dat is echt, echt een verslavend boek. Ik wil zo veel te weten komen over de 2 zussen en de 7 zussen. En ik wil het nu allemaal weten. Eigenlijk gisteren wou ik het al weten, of eergisteren. Dus ja. Heel veel last van die velletjes. Zeg, tamtant. Maar nu ga ik slapen, dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. Like deze video als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe Vlogmas vlog.